Je mag echt blij zijn dat je niet geschorst wordt. Hey. Ik wilde gisteren naar de bioscoop, gewoon met wat vriendinnen. Ja. Toen begon mijn moeder helemaal van, ja, dat kan niet, want je hebt volgende week proefwerkweek en dan ben je te moe en bla bla bla. Die denken gewoon dat ik tot 3 uur 's nachts doorhaal als ik bij iemand slaap. Ik zit toch niet meer op de basisschool? Ik heb laatst echt een leuk film gezien. Dat is zo'n lekker ding, hè? Echt? Ja. Tessel? Je mag hier helemaal niet zijn. Tessel? Ik heb haar nog nooit gezien, maar Tessel duidelijk wel. Hey. Stel ik je later wel, oké? Wie was dat? Wie was die vrouw? Volgens mij is er wat met Tessel aan de hand, maar bij haar weet ik het nooit zeker. Het is mijn moeder. Ik weet eigenlijk best wel weinig over de moeder van Tessel. Ze heeft geen contact meer met haar moeder. Ze heeft een contactverbod van de rechter. Heeft ze iets ergs gedaan? Begon ze me te slaan en... Echt slaan? Dat je gewoon bang bent voor je eigen moeder, dat is echt erg. Sorry dat ik net zo zat te zeuren op mijn ouders. Hey, kom naar les. Ik ook. Is alles weer goed? Oh ja hoor, ja. Ga je mee naar binnen? Nee, ik moet nog heel veel doen. Maar ik kom zo aan. Mag ik jou even wat vragen? Ik ben de moeder van Tessel. En ik weet ook wat u gedaan heeft. Ik heet Yvonne. Hoe heet jij? Misschien wil ze wel vragen of zo. Zou jij kunnen zeggen dat ik op het parkeerplaats sta voor de school? Hey, ik ben heel blij dat ze zo'n lieve vriendin heeft die zoveel ondergeeft. Is dat de moeder van Tessel? Ja, en dat zag je tegen niemand. Ook niet tegen Timo. Er hing gewoon een foto van Tessels moeder in dat kantoor. Alsof ze echt een vette crimineel was of zo. Iemand heeft gedoe. Alleen ze wil nu dat ik weer contact leg tussen haar en degene die zij zoveel pijn heeft gedaan. Dat was ook de eerste keer dat ze mij om iets anders vroegen dan verstopte wc's of zoekgeraakte lesroosters. Zeg je dat? Een eerste intuïtie? Een gevoel van, ja, of iets... Het is gewoon één groot complot. Nu staat ze hier weer te smoesen. Ja, ik weet wat ik moet doen. Hey. Zullen wij even praten? Wij zien jou morgen, oké? Je moeder is vanochtend teruggekomen. Waarom zegt ze dat tegen jou? Want ze staat daar op je te wachten. Waarom kan ze me niet gewoon één keer met rust laten? Hey, Tessel, ik wilde graag weten hoe het met je ging. Ik wil niet dat je bang voor me bent. Als jij geen contact wil, dan ga ik het ook niet met je zoeken. Ik wil het niet. Mijn moeder ging daten en was pas om 1 uur thuis. Nou, dames. Nee, nou, ik ben helemaal onder indruk. Jullie kunnen hier wel echt een voorbeeld aan nemen. Want wat ik voor de rest aan inzendingen heb gekregen, vond ik echt matig. Ik denk dat we eigenlijk een videoclip erbij moeten maken. Dat is leuk, kunnen we online zetten? God weet dat zo lekker viral kan. Steenkamp die viral zei. En heren, we hebben nog wel even contact. Echt een gaaf nummer hoor. Maar vind je niet dat er ook meisje in de clip moet zitten? Wordt aantrekkelijk voor iedereen om naar te kijken? Dreigen helpt altijd. Maar ja, ze maken nog steeds ruzie over geld en alimentatie en zo. Hey. Hey. Wanneer de repetities zijn. We hebben net gerepeteerd. Echt top dat je me helpt met die kleding. Dat is echt helemaal goed. Mij leek het helemaal goed als Kim in die clip zou spelen. Maar toen hoorde ik dat Milan en Bouwens zo graag wilden dat die meisjes zo min mogelijk aan hadden. Meisjes die dansen in hele kleine pakjes. Dus jij doet de kleding voor onze videoclip? Nee? Dus jullie spelen in de clip. Ja, Milan heeft echt te grappige ideeën. Ik had haar het liefst een filmkus met mijn vuist gegeven. Als ze maar niet denken dat we ons zomaar aan de kant laten duwen, mooi niet. Ik heb de hele avond lopen piekeren. Timo doet ook maar waar hij zelf zin in heeft. Misschien moet je hem gewoon aan hem vragen. Als Timo niet voor me opkomt, dan moet ik het zelf maar doen. Best wel zielig om je zo op te dringen, terwijl je weet dat Timo een vriendin heeft. Wij hebben ons niet opgedrongen, hoor. Timo heeft ons zelf gevraagd. In ieder geval is Lola dus niet achterbaks. Voor planting bij mensen. Heb je wat kunnen regelen of zo? Ik heb aantekeningen. Kim die aantekeningen maakt bij biologie. Oké. Wat is celdeling precies? Oh, dit noem jij aantekeningen. Je doet zo raar. Raaf. Gelukkig begrijp ik meisjes heel goed. Je zou juist blij moeten zijn dat ik je niet vraag voor die clip, want het is... Kim, welk organisme plant zich ongeslachtelijk voor? Ik hoop Grimbergen. Je hebt dus echt helemaal niks te doen, heel de les. Timo heeft ook niks uitgevoerd, maar dat zei ik natuurlijk niet. Want ik ben eruit gestuurd. Dankzij Timo. Kom eens. Kim heeft hulp nodig bij voortplanting. Theoriepraktijk. Bart, help me even. Heb ik hier. Dus dan hoef jij haar ook niet meer te helpen. Oh, dat was Bart. Hij was jaloers. En als je jaloers bent, dan ben je verliefd. Timo is dus verliefd op mij. Dan ga ik weer verder met de jongens, hè? Timo en een paar vrienden moesten een nummer voor muziekles maken. Maar in plaats van dat hij mij als danseres vroeg, vroeg hij Lola en Inge. Timo werd gisteren heel jaloers toen Bart dicht bij me kwam zitten. En wie jaloers is, is verliefd. Timo is gewoon minder van het dingen samen doen. Je ziet er echt uit als zo'n meisje uit zo'n sexy videoclip. Mijn moeder is aan het daten en dan vet laat thuis. Hey, dames. Maar jullie moeten wel zo opruimen. Wat vindt u ervan? Ja. Nou, mooi. Te gek.
topmeiden. Het heet toch niet voor niets achtergronddanseressen? Nou, goed gedaan, meiden. Oké, wat heb je? Ik heb twee setjes. Ja. Ik heb deze. Is dit het? Maar waar is de echte kleding? Ja. Ik wil toch niet dat dit de echte kleding is die we moeten gaan dragen? Zeg dan in ieder geval dat je dit expres hebt gedaan. Kom op, zeg, dit is wel echt heel kinderachtig. Vind je zelf niet? Kim wilde zelf dolgraag in de clip dansen. Ik weet niet. Dit ga ik sowieso tegen Stekan vertellen. Ik snap niet dat Timo denkt dat ik zijn clip loop te verpesten. Als je vriendje zo over je denkt, dat wil je toch niet? Wat me het meeste dwars zat, was dat hij die meiden wel vertrouwde. En mij niet. Ik baal echt heel erg van hoe het net is gegaan. Ja. Hartstikke hard eraan gewerkt. Serieus? Ja, en daarom misschien... Ah, sorry, dat... Ze waren gewoon echt heel ordinair. Ja, ik zie toch helemaal niet zitten dat jij een beetje in zo'n pakje hiermee op internet staat zometeen. Je bent mijn vriendin. Ik weet niet of Inge en Lola hier al zijn geweest. Nou, ik weet niet waar je het over hebt, want ze zijn hier nog niet geweest. Oh. Ze dachten dat ik het expres lelijk had gemaakt, maar dat is echt niet zo. Je hebt je onwijs je best op gedaan, toch? Ja, maar het was allemaal een misverstand en het is nu wel goed gepraat. Is dat heel erg, als je anders bent dan je vriendje? Als ik uit eigen ervaring spreek, dan moet dat niet heel erg zijn, nee. Was mijn moeder een keer niet laat thuis, sliep ik alsnog slecht. Mag ik heel veel spreken? Ja. Luister, ik baal echt heel erg van gisteren. Dat begrijp je echt wel. Wat is dit? De danspasjes. Kijk, ik wil dat jij het gaat doen. Inge en Lola, die zijn eruit. Ik moest het goed maken. Ik bedoel, ik wil dat je blij bent en je wilde in die clip, toch? Dat moeten vragen. Ja hoor, dit was er weer een in de categorie meidenlogica. Ik wil het niet meer. Nou goed, dan niet. Nee, ik wil het niet meer. Vind je het zo erg? We zijn gewoon te verschillend. Ik wil wel een vriendje, maar ik moet er wel blij van worden. Jij houdt van tennis en ik hou van films kijken. Ik weet gewoon niet wat ik hierop moet zeggen, echt waar. Nou, is het uit? Het is uit? Denk ik. Gewoon zo? Het is gewoon uit, weet je het zeker? Ibiza of Sint Maarten? Wat? Graag jullie monden houden. Bio is het ergste vak ooit. We gaan deze weken werken aan een werkster. Zolang het in de categorie dieren valt. Dus dat je dan een dier pakt dat je bijvoorbeeld ooit op vakantie hebt gezien. Dan heb je het ook in hun eigen habitat gezien. In hun eigen leefomgeving. Wie praat er nou zo? En dat gezucht erbij? Maar het is vooral dat Joey Kroes niet mag. Jij kan het echt niet permitteren. Heb je meegeschreven? Ja. Joey moet echt wel gaan opletten, want anders gaat het echt wel heel erg moeilijk voor haar worden. Selma, weet jij je onderwerp al voor het werkstuk? Ja, wij moesten het vorige bij Leidekker doen. Nou, ik had toen een verschilpadden. Ik ben ook nog nooit in het buitenland geweest. Hoe doe jij die inleiding en zo? Maar kan je me echt alsjeblieft helpen? Ja, ik wil op zich wel helpen, maar ik vind eigenlijk gewoon meer dat je het een beetje jezelf moet doen eigenlijk. Joy, om eerlijk te zijn, ik vind gewoon dat je het dit keer zelf moet doen. Goh, ik wist niet dat ik ineens twee moeders had. Nou, ik had vorige Leidekker en zij beoordeelde echt super relaxed. Misschien kan ik het wel over een schildpad doen? Nee, ik help hem gewoon. Safa, mag ik dat vragen? Ja? Jij had toch ook dat biologieproefwerk? Zou ik die mogen hebben, zeg maar? Dan pas ik hem een beetje aan en dan leef ik hem gewoon in. Maar hoezo kan je niet gewoon zelf doen? Door de ziekte van mijn moeder ben ik daar dus achter gekomen dat ik heel goed mensen kan verzorgen. Ik vind het wel heel lief van Joy dat ze zo goed voor de moeder zorgt. Jij zit in een ander jaar en een andere leraar. Nou, oké. Okay. Echt? Je mag me hebben. Ja, ik ben echt super blij. Nu kan ik eindelijk een goed cijfer halen voor bio. Ja, ja. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Alleen dat ik verrast ben. Moet dit geen 8 zijn? Pardon? Ik was wel blij, maar niet met Kroes. Want... Dit is het werkstuk van Safa. Ik heb nog nooit zo'n hoog cijfer gehad, hè? Het staat helemaal nergens op. Joy heeft geen hoog cijfer gehaald. Dat heeft Safa gedaan. Ik heb van mevrouw Kroes begrepen dat er iets mis is met jouw werkstuk. Zou je niet weten? Dat jouw werkstuk nagenoeg hetzelfde is als het werkstuk van Safa van vorig jaar. Nou, top dit. Toeval? Iets klopt hier niet helemaal. Wat is je verklaring, John? Ja, ik heb het werkstuk van Safa gekopieerd. Je hebt het gekopieerd? Ik hoef jullie toch geloof ik niet te vertellen hoe verkeerd dat is, hè? Safa heeft er echt niks mee te maken. Dat is echt mijn idee en ik heb er helemaal over gehaald. En... Ik heb hem wel gewoon zelf gegeven. Precies. Dat is gewoon een 1 en daar mag je eigenlijk nog met blij mee zijn ook. Wat zeg je? En nu wegwezen. Naar mevrouw de Jong, allebei. We mogen echt blij zijn dat je niet geschorst wordt. Wie zou je eerder zoenen? Lex of Ravi? Jesse of Timo? Ik heb al met Timo gezoend. Volgens mij vind jij hem nog leuk. Politie. Waarom denk je dat ze er zijn? Zit je nou te stressen? Milou keek alsof ze een soort kinderlokker het plein op zag komen. Nee, wat is er nou? Ik wil naar mijn klasje toe voordat ze er zijn. Ben jij dom? Dit was echt zo erg. Maar ik kan het ook niet meenemen in de les. En als je dan in het donker thuiskomt, lopen er wel eens wat griezels rond. Dus ik zei dat ik wel wat voor haar kon regelen. Dit jouw kluisje, Nola? Hier, dit is toch privacy schending? Zo'n kluisje. Daar. Nou? Als ik Milou was geweest, weet ik wel zeker dat ik het niet kan ophouden. Ik kan het ook even opzoeken, hè, jongens? Ja, het is mijn kluisje.
Maar ik heb het niet gestolen. Ik heb het gewoon even geleend. Wat doe jij daar? Ik kon eigenlijk maar één smoes bedenken. Ben je ongesteld? Tuurlijk weet ik dat pepperspray illegaal is. Meneer agent, wilt u even erbij zijn? Kom maar deze kant op, alsjeblieft. De politie weet dat het onveilig is bij onze flat. Ik wilde eigenlijk zo ver mogelijk wegrennen. Omdat ik bang was dat Milou zou zeggen dat ze die spray van mij had. Weet je wat? Nee, durf niet te kijken. Weet Milou dat die spray van mij komt of niet? Ik maak me gewoon zorgen. Ja, ik ben gewoon gespannen. Dat snap je toch wel? Ik ben ook gewoon zenuwachtig. Meen je niet? Waarom zeg je dat? Hoe ging het? Ja, ik heb echt een dikke straf. Ze vroegen de hele tijd van wie ze die pepperspray had. Ja, als ze daadwerkelijk aan het huilen was, dan kon ze in ieder geval niet mijn naam noemen. Kim, kan je even meekomen? Milou hier heeft gezegd dat ze de pepperspray via jou heeft. Milou heeft dat gezegd omdat dat van ons moest. Het is vrij land, toch? Mag boos zijn op wie ik wil. Ik heb het niet verkocht. Meer haar fout. Ik wilde Milou alleen maar helpen. Dus ik zei, je moet gewoon pepperspray bij je hebben. Als er dan zo'n creep komt, spuit je hem gewoon in de ogen. Van wie heb je het? Wil je liever van school gestuurd worden of zo? Wat wil je? Nu was ik opeens nog erger aan de beurt dan Milou. Wil je van school gestuurd worden? Het was Timo. Timo. Hebben jullie hem betaald? Nee, hij was mijn vriendje op dat moment. Maar goed dat het uit is dan, hè? Als jij mij niet had verraden, hoefde ik Timo niet te verraden. Ik had het dan wel uitgemaakt met Timo, maar dat was omdat we vet verschillen. Wil je het weer aanmaken? Ik mis hem best wel eigenlijk. Dus met je kat? Waarom was je dan zo boos? Gewoon, het is gewoon zo raar nou weer ex te zijn en zo. Ik vind het helemaal niks. We zouden het op zich best opnieuw kunnen proberen. Ik was net bij de Haas en hij wilde per se weten waar ik die spray vandaan had. Dat meen je niet, hè? Maar als hij er zelf had gezeten, had hij precies hetzelfde gedaan. Ik heb helemaal niks. Ik zei hallo, 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 hallo aan de kinderen. Hallo, hallo.